Ik ben Ime, ik ben 8 jaar en ik ga naar Australië. 10 maanden lang tijdens school en ik krijg dan een lespakket mee en dan gaan mijn ouders gaan mij lesgeven. We zijn nu bij een Australische mint, er worden Australische dollars gemaakt en ze dan kan je zien hoe het allemaal wordt gemaakt. Als je dat hebt, ben je nog miljonair. Hier worden de munten gemaakt en vroeger deden ze dat altijd met de hand. Maar nu hebben ze 3D-printers. Waar ze het nu mee doen? En dit is een speciale kamer. En dat is voor... Dat zijn speciale munten van goud en zo. To hear, they are sent out to the banks in the states that have ordered them. Coin distribution is based on each state's individual need and how much they purchase from us. Zou jij het kunnen tillen? Nee, dat is veel te zwaar. Het mag niet eens in de auto, het is zo zwaar is het. Kijk, ja, daar gaat al het geld langs. Nu kan je zien hoe geld gemaakt wordt. Een hele grote spaarpot. How much did you say? $20,000 for 22,500 worth of 20 cent pieces. Hoppa. Kijk, en het gaat daar naartoe, Maxim, naar die lift. Er gaan 50 stuks naar elk bakje. Security, everyone always wants to know what we go through. Precies, none of us at work here are allowed to bring coins to work. I unfortunately forgot. Kijk, dit is een ding in dat. We komen erheen. Oh, dat is cool. Oh. What? Hold on. We zijn nu bij het parlementgebouw in de hete zon. We zijn nu in de Tweede Kamer van het parlementhuis. En het is hier groen vanwege flora fauna. It's a paper. I heard somebody on the radio this morning said I'll never vote again in Australia because I could never vote for any of them. You're not forced, and she said I'll pay the fine. No, you don't have to vote. You have to go through the processes of thinking about voting to show that you go to the voting place, right? If you are you. Too bad I need the black one. I yell at me.
zit dan hier of hier. En like en abonneren!